Het is zo warm deze week. We hebben te maken met een hittegolf. En voor honden, en zeker zoals kleine Luna hier, is het ontzettend moeilijk. En je wil natuurlijk als hondenliefhebber, wil je er altijd voor zorgen dat je huisdier comfortabel is. Daarom ga ik jullie vandaag laten zien hoe je hele gezonde en lekkere hondenijsjes maakt. Oké, wat heb je hier precies voor nodig? Magere yoghurt. Aardbeien. Pindakaas. En om het af te maken, de favoriete hondenbrokjes van je hond. Oké, je kan ervoor kiezen om het gewoon te prakken. Maar ik kies er persoonlijk voor om het in de blender te doen. Gewoon omdat het makkelijker is en je het toch heel makkelijk schoonspoelt. Je begint met water. Vervolgens doe je er wat aardbeien bij. Daarna doe je een klein beetje verse magere yoghurt. Zorg ervoor dat je niet te veel doet. Daarna doe je gewoon een paar eetlepels hondenbrokken erbij. En om het af te maken, elke hondenliefhebber weet dit. Gewoon een beetje pindakaas. Vond je deze video nou leuk? Vergeet je niet te abonneren, ik kan hier rechtsboven. En als jij nog een idee voor ons hebt wat wij zouden moeten filmen, laat het alsjeblieft weten. En dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video. Doei!